Ja, ik heb mijn huisarts gebeld. En ik ben naar de apotheek gegaan. En ik, ja, ook. En ik heb gevraagd, zijn er ook pilletjes tegen misselijkmakende televisie? Ja, weet je wat ik... Oh, mijn maag, die gaat maar zo. En ik... De hele tijd hang ik boven een emmer. Vrienden, en de Jinek, die is er goed in misselijkmakende televisie af en toe. Maar nu is er eentje, ja, die dacht bij zichzelf. Maar ik kan haar verslaan. Ja, ja, ja. En daar is die dan. Ta-ta-ra-ra. Bo, onze Bo, die, ja, wat dacht je van Bo zeg, met dubbele persoonlijkheid. Ja, want, oh, we zijn zo vriendelijk en we zijn zo empathisch en we hebben zo'n begrip voor alles. En intussen zijn we zo vervelend en gemeen als morgen de hele dag. Dat is Bo, beste vrienden. Want kijk, laten we even wel zijn, we zijn natuurlijk met z'n allen helemaal klaar met die Matthijs-affaire. Oké, dat weten wij. He, we hebben er geen zin meer in. We hebben er genoeg over gehoord. We weten het nou wel. En laat het nou maar even rusten. Nee, Bo die gaat er nog weer eens eventjes vol in zitten hakken. En zet daar weer allemaal mensen die deugen vanaf nu deugies genoemd. Ja, de deugies. Er zat weer een hele tafel vol. Alleen die Edwin Evers die deed een beetje normaal. En verder zat het allemaal vol met deugies. Die het ook allemaal zo verschrikkelijk vonden en vinden van de Matthijs. Maar anyway, de Bo, die dacht, weet je, ik ga ook nog even lekker in die zaak zitten rommelen en ik ga hem nog eventjes verder de Matthijs afserveren en ik ga hem nog verder de grond intrappen. Ik ga lekker een interviewtje maken met de visagiste. Hey, waarom niet de mevrouw die hem ook de koffie bracht? En de mevrouw die misschien een broodje voor hem gesmeerd heeft. Ja, en zo zijn er nog wel 100.000 mensen te vinden die allemaal iets te vermelden hebben over de Matthijs. Nee, we doen de visagisten. En dan ging het hele verhaal ging dan ook. Oh, het was werkelijk echt zo'n kotsen. Het hele verhaal ging over de föhn. Het ging over de föhn. Ja. En dan dit. Bo, die zegt dan, neem mij eens even mee naar het moment van de föhn. Met een serieus gezicht, hè, vrienden? Ja, en dat is dus misselijkmakende tv, vrienden. Maar ook dat je de visagisten gaat interviewen om nog eens een keer de Matthijs nog zwarter te maken dan hij nu al is. Vrienden, ik word er gewoon helemaal gek van. En dat soort televisie, vrienden, dat is nou grensoverschrijdend.